Ik lees even voor, bladzijde 39, uit De Kracht van het Nu. Het grootste deel, oei, nu is er pasta op mijn boek. Het grootste deel van de pijn die mensen lijden, is niet nodig. Het ontstaat vanzelf, zolang het niet waargenomen verstand je leven beheerst. Het niet waargenomen verstand. Dus de gedachten die je niet waarneemt, die je leven beheersen. Als je een jachtig leven leidt, je gaat van het een naar het ander, dan heeft geen bestaan dat je die niet waargenomen gedachten, dat je die vangt. Dus eerst moet je al stil worden en rustiger worden, anders kun je het niet zien. En daarvoor heb je oefeningen soms nodig. En soms oefeningen met andere mensen, zodat je kunt waarnemen wat je gedachten zijn. Want gedachten komen op, altijd. Maar dat opkomen wordt sterker wanneer dat je situatie duidelijker wordt. Excuses. Dus wanneer je altijd maar vooruit, dan kun je eigenlijk niet nadenken, dat gebeurt allemaal zo automatisch. Hoe harder je gaat in je leven, hoe automatischer dat je leeft. En dat maakt ons allemaal niet gelukkig. De pijn die je nu schept neemt altijd de vorm aan van niet aanvaarden. De vorm van een onbewuste weerstand tegen wat is. Het niet aanvaarden wat er is. Maar ja, wat er is, is soms niet leuk. Is dat zo? Of is dat een interpretatie? Het heeft heel veel zin om te gaan ontdekken wat er is en wat jouw interpretatie is. Wat er is en wat de betekenis is die je ergens aangeeft. En dat is zo simpel als het regent buiten. Als ik net gras heb ingezaaid, dan ben ik heel blij met die regen. Die situatie is dan zo dat ik blij word van de regen. Als ik vanavond een feestje heb, dan ben ik niet blij met de regen. Dus afhankelijk van mijn context, kijk ik anders naar die regen, maar de regen blijft hetzelfde. De regen is, het regent. Dus hoe ik iets beleef, hoe de situatie beleefd wordt, heeft met mij te maken. En je hebt vast wel eens meegemaakt dat je helemaal in je gedachten verzonken bent en een wandeling maakt. Dan heb je niets beleefd. Je bent in het bos geweest, je hebt niets beleefd. Je bent helemaal niet aanwezig. Hoe meer je in je hoofd zit, hoe minder je aanwezig bent. Dus zit je veel in je hoofd en wil je meer aanwezig zijn, dan moet je eerst vertragen en beseffen waar dat je niet aanwezig bent. En dan kom je tot je grote verbijstering achter dat je misschien wel 90% van de tijd niet aanwezig bent. En dan ga ik het hebben, want ik kan elke zin als aanleiding nemen. Maar wat ik een heel sterke oefening vond, die ik een tijdje terug met een kleine groep mensen heb gedaan, is: ik wil jullie meegeven. Ik zou eens willen dat je een poging doet om jezelf in het nu te denken. In het hier en nu. Probeer gewoon eens de komende minuten jezelf in het hier en nu te denken. Want je kunt wel nadenken over hier en nu en wat hier en nu eigenlijk is. Wat het nu, dit moment is. Intellectueel gezien, hè, op denkniveau. Maar denk jezelf nu eens in het nu. Veel succes.